We zijn nu enkele maanden later weer opnieuw hier bij de voedselbank. Wat is er in de tussentijd allemaal veranderd? Wij zijn heel rijk geworden, want we hebben dus een 3-jarig contact gekregen van de Lions Club. Waar we heel erg blij mee zijn, dus we zijn nu gewoon onderdak eigenlijk voor 3 jaar. Toevallig vandaag, jullie treffen het, we zijn dus overgegaan van de kratten die we binnenkregen. Dat worden dus nu allemaal, zoals je gezien hebt, het bulkgeval. Dus dat moet allemaal uitgepakt worden en in de kratten gedaan worden. Maar dan kan je ook op tijd werken, want nu weten we ook dat we op tijd de kratten binnen hebben. Nou ja, dus dit is de eerste verandering. Ik heb dus heel veel vrijwilligers gekregen, dat zie je. Daar ben ik heel blij mee. Ik kreeg een e-mail van de gemeenteraad, hè, want ik zit dus ook in de RWN. En toen er stond dus op dat ze dus de VVD, hoor goed, VVD, die wil dus de caritatieve instellingen gaan helpen. Omdat ze dus veel goed werk doen en omdat het gewoon nodig is en alles wat er nog aan gaat komen natuurlijk. Want ja, het wordt natuurlijk het is nu al een crisis, maar er komt nog steeds meer bij. Dus ik denk dat ze daarom ook misschien denken van nou ja, dan toch maar eventjes, want de voedselbank bestaat nou eenmaal. En vooral omdat we nou die 3 jaar hierin zitten, dat is geweldig. Het idee dat ze dus de voedselbank durven te noemen hier in Amstelveen, dat vind ik gewoon een doorbraak. En dat is ook menselijk, dat is hartstikke goed. Dat is dus echt nieuws? Dit is het grootste nieuws dat ik heb, ja, dit vind ik ook nieuws. Ik vind het, en vooral al die mensen om me heen, het is gewoon, nou ja, het gaat gewoon grandioos allemaal. Dus ik heb niets meer te mopperen. Ik had gehoopt dat ik dus meer ruimte zou krijgen. Want ja, zoals je ziet, we hebben zelfs hier op de tafel hebben we stellingen gemaakt. We hebben daar nog stellingen tussen gemaakt. Nou, deze stellingen stonden er dus. En die heb ik gekregen van van de man van een vrijwilligster. Dus ja, ik kan niet anders zeggen als het is allemaal goed. Alleen ja, de ruimte kom ik toch nog steeds tekort. Is er veel belangstelling voor de voedselbank van mensen die u spreekt? Ja, moet je horen, als we met een actie staan, nou, dan hoor je niet anders als van hoe gaat het nou en hoeveel personen heb je, of tenminste hoeveel families heb je nu. En nou ja, dan kan ik gelukkig zeggen, dan heb ik er weer 29, dan heb ik er 33, dan gaat er weer af, dan komt er weer bij. Dus en hoeveel zitten we nu? Nu zitten we op 29, ja. Dus ja, ik hoop dat het zo blijft, maar je weet het maar nooit. Dat is allemaal afwachten. Net als de gemeente af moet wachten, moeten wij dat ook allemaal natuurlijk.